Een hele goede dag, dames en heren, crypto traders. Mijn naam is Jan-Robert Schut van Crypto Academy en ik wil jullie graag vandaag weer wederom verblijden met een altcoin of een crypto trade van de week. En ik wil daarvoor Sealer Network naar voren schuiven. Het staat iets van 18% plus. Heb ik niet gekocht, ga ik straks doen, ook voor onze premium leden. En ik wil jullie eerst even meenemen naar CVC, dat is Civic. En die heb ik ook een tijd geleden gekocht, rond 4, 5 cent volgens mij. En die is inmiddels ook door het dak gegaan. Als jullie mij ook hebben gevolgd, ik hoop het wel, dan heb je ook een mooie winst kunnen binnenhalen. Dat is een tijdje geleden, dat was ook op cryptoacademy.nl gepubliceerd. Om exact te zijn op 11 september. En dat was bij een koers van 0,06. Dus iets hoger. Maar goed, ik heb dus via Coimers heb ik dit gekocht. En er staat nu iets van 196% hoger, althans mijn waarde. Die heb ik 197% winst op. Dus dat is mooi. Dus het is mooi te zien dat het ook gewoon wel effect sorteert. Het is niet alles wat natuurlijk in de plus is. Ik heb nog XRP-positie, EOS en Chilis. Dus ietsjes in de min. Maar goed, desniettemin een mooie plus. Zoals beloofd ga ik naar Sealer Network. En Sealer Network is ook sterk in het verwerken van off-chain transactions. En Sealer Networks die heeft een market cap van ongeveer 19 miljoen dollar. Het heeft een market of een ranking van 355 op coin market cap. En Sealer die heeft een soort ROI. Even kijken hoe dit hierbij staat. Sinds inception, ja, dat is 84% lager. Dat is natuurlijk niet fraai. Eerlijk gezegd heb ik deze Sealer ook al eerder gekocht. Dat was voor de swing trading portfolio in juli. Heb ik ook een mooie winst opgepakt. En nu is het teruggezakt. Nu is het wel weer tijd om wat te kopen. Dus wat ik ga doen, Sealer met de tickersymbool CELR kun je ook op TradingView bekijken. En dus ook een buy signal gesignaleerd door Trade Navigator. En dat is op dagbasis. En ik zie wel weer dat de lucht geklaard is voor een ritje richting 0,008. Staat nu 0,005 ongeveer. Maar goed, voor hetzelfde geld zoomt het ook gelijk hoger richting de 1 cent. Dat is dus een verdubbeling van de koers, 100% stijging. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Nou, is dat heel vreemd? Nou, niet echt, want we hebben een stand gezien van 1,5 cent. Dus er zit veel meer in het vat. We kunnen echt de verdrievoudiging zien van de koers. Kijk een beetje met de te groene, te roze bril naar de markt. Ja, het zou kunnen. Maar als je niet vertrouwt, moet je natuurlijk ook altijd een stop-loss in lassen inbouwen. En het zou dus bijvoorbeeld kunnen op 0,0038. Nou, ik ga het afronden op 0,0038. 004. Leg daar in ieder geval je cut, je stop los. En dan heb je dus een target van 10. Nou, dan heb je in ieder geval een mooie risk-reward ratio van 1 op 1 sowieso. Nou ja, als je dan helemaal omhoog gaat, natuurlijk, dan is het nog beter. Nou, niet helemaal. Het is een mooie risk-reward ratio van 5 op 1 zelfs. Als je vanaf dit niveau kijkt richting de 1 cent. Dus Sealer zit mooi in de lift op dagbasis. Als we ietsjes inzoomen op de 240 minuten. De 4 uur grafiek. Dan gaan we kijken. En dan zien we dus een mooie chart met een mooie base. Steady base op 0,004. Dus met andere woorden. Ik durf wel aan om in ieder geval long op te gaan. Oftewel kopen. En ik wens je natuurlijk heel veel succes en tot de volgende keer. Kijk gerust op cryptoacademy.nl. Hasta la vista. Ciao.